Een gemeentelijke subsidie van 87.000 euro voor 30 iPads waarmee ouderen moeten leren werken. In de afgelopen week leidde dit bericht tot veel verontwaardiging. De SP en Zwolwacht willen weten waarom de verantwoordelijk wethouder de gevraagde subsidie al heeft overgemaakt zonder dat de gemeenteraad is geïnformeerd. Daarnaast zijn er vragen gerezen rondom de uitleg van de wethouder dat het project niet één, maar liefst 5 jaar zou duren. Ja, dit is natuurlijk een heel rare gang van zaken, want in het raadsvoorstel, in het projectplan en in de beschikking gaat het continu over 1 jaar. Dus de evaluatie is in februari 2014. Het geld gaat ook alleen maar in de beschikking over 2013. En het is dan raar dat als je een debat hebt gehad in de gemeenteraad waarin harde woorden zijn gevallen, dat dan een paar dagen daarna de wethouder zegt, nee sorry, het gaat toch om 5 jaar. Dus het is veel goedkoper. Nou, dat lijkt het toch wel een beetje omdat de wethouder zijn straatje aan het schoonvegen is. Wethouder Dannenberg is ziek, dus op een reactie zullen we even moeten wachten. Bij zorginstelling Wijs intussen vinden ze het heel jammer dat hun project tot zoveel verontwaardiging en politieke onrust heeft geleid. Ja, dat is vervelend. Het is gewoon een goed project wat we nu aan het uitvoeren zijn. We staan er ook achter als Wijs. We zijn een betrouwbare organisatie in die zin. De besluitvorming is zorgvuldig gebeurd. Dus we hopen dat er gauw duidelijkheid is en dat we verder kunnen met het project.